Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Het is even geleden dat ik dit echt zo heb gezegd. Jordi die is lekker aan het spelen. Jordi heeft ook al zijn flesje gehad. Deze vent heeft ook al zijn flesje gehad. Maar heeft hem weer eens niet opgedronken. Dus ja, ik zit eigenlijk een beetje te wachten tot hij een beetje wakker weer wordt. Want hij wil namelijk niet, als ik hem nou wakker maak, drinkt hij alsnog niet. Dus ja, dat. En verder heb ik de vaatwasser, de wasmachine, de droger, alles alweer aanstaan. En ben ik aan het opruimen geweest en weer van alles gedaan. En het leven van een moeder. Maar goed, laat de dag maar beginnen. En ik ben nu ook de eerste vlog weer aan het uploaden. Dus daar ben ik ook mee bezig geweest. Die heb ik gisteravond nog kunnen editen. Zo. Ik heb Liam tussendoor weer de flesje gegeven, want die had weer trek. Dus die heb ik ook weer zijn buikje vol gekregen. Die slaapt nu eventjes. Volgens mij doet hij weer een hazenslaapje. En dan is het weer huilen, denk ik, of zo. Ik weet niet. Ik heb voor Jordi heb ik een fruitje gemaakt. Hier zit nectarine, appel en stukjes aardbei in. En een koekje met Brinta. Hoe noem je dat? Die Brinta mix, weet ik het. In ieder geval, dit gaan we nou lekker eten, hè Jordi. Lekker aardbeitje. Dat vind je ook lekker, hè? Kijk. Goed zo. En dan lekker kauwen. Dat doen we vaak tegenwoordig heel veel oefenen, hè? Kauwen. Ja. Jordi is de hele tijd lekker aan het spelen geweest. En nou zit hij ondertussen dat hij zijn fruitje krijgt, zit hij Boomba te kijken. Je zou af en toe denken, hij koudt niet, maar hij koudt wel hoor. Hij koudt echt wel. Dus wat dat betreft ben ik wel heel trots. Want dat heeft hij heel lang niet gedaan. Dit is echt, sinds kort is hij zoveel vooruit gegaan. Dat maakt me echt trots als mama. En ik denk ook dat het ermee te maken heeft dat we gewoon echt geduld ermee hebben gehad. Echt geduld, geduld, geduld. En niet... je kan het proberen, maar je moet niet aandringen. Dus als hij aangeeft van ik wil dat nog niet, dan ook niet in die zin aandringen. Want als echt aangedrongen wordt, dan zetten ze een hak in het zand. En ja, dan werkt dat gewoon niet. Dus dan moet je gewoon stoppen en dan gewoon een week later of zo nog een keer proberen. Zo deden wij het tenminste. En ja, nou wil hij het wel, hè. Lekker kauwen. Ja. Maar goed, ik ga eventjes lekker hem zijn fruitje geven. En zorgen dat ik even tijd voor hem heb. Want nou ligt Liam lekker te slapen. En als Liam slaapt, zorg ik altijd eigenlijk wel. Als Jordi niet tussen de middag slaapt dan. Maar dan zorg ik eigenlijk altijd wel dat ik even echt tijd voor Jordi heb. En ja, dan gaan we dus even doen, hè. Hé jongen, dat heb je ook nodig, hè? Aandacht en liefde. Goed zo. Hier krijgt er eentje nu zijn flesje. Hij heeft zijn brood ook al gehad. Liam die slaapt momenteel nog heel eventjes. Ik hoop dat hij nog even blijft slapen. Zodat ik lekker Jordi in zijn bedje kan werken. Hè? En dan, ja... Is het alweer middag? Tijd vliegt, hè? Ja, tijd vliegt op een dag, schatje. Ja. Jordi ligt lekker te slapen. En ik ben alweer ondergespouwd door deze vent. En hij vindt het nog grappig ook. Kijk dan. Maar goed. Hij heeft ook zijn natje en zijn droogje gehad. En hij ligt nou weer voor Pampus. Een lekker stuk. Maar goed, hij heeft zichzelf mooi droog gehouden. Want het was net op tijd.
Dus ik wist niet dat je van overgeven je eigen zo tevreden kon voelen. Maar blijkbaar kan het. Maar ik ga nog eventjes met hem zitten. En dan ga ik zelf ook eventjes wat eten. Dat is wel nodig. Want ik heb nog vrij weinig gegeten. Maar goed, hè? Het is zo. Ik ben even eten aan het koken. Liam die ligt lekker te spelen, tenminste, hè, zijn ding te doen. Zolang hij daar zin in heeft natuurlijk. Want ja, hij heeft een beetje zeurzin momenteel. En deze kleine vent, die is aan het acrobaten. En ja, ik ga even verder met eten koken. Na een kleine janktirade zijn nou de monden gevuld hier. Wendy is Liam een fles aan het geven. En ik, Jordi, drinkt zelf een flesje lekker. Hé jongen. Ga je lekker naar bed zo, hè? Je pyjamaatje aan. Hij heeft lekker zijn pyjama aan. Wat een rust zo, hè, mama? Ja. Oh. Het was hier net stereo huilen. Stereo eigenlijk letterlijk en figuurlijk. De een steekt de ander aan. Ja. Dus hopelijk gaat Jordi nou lekker slapen en Liam ook even een uurtje of zo. Dat weten we niet, dat zien we dadelijk wel. Dan gaat papa even lekker een bakje koffie drinken. Ah, mama ook koffie? Gaat papa ook koffie drinken? Ja. Thuis? Ja. Goed gelijk. Mm-hmm. Samen met mama. Ik lust geen koffie. Echt niet voor deze keer dan? Nee, ook niet. IJsthee dan? Ja, IJsthee is goed. Voor de mensen die mij kennen, die weten echt dat ik koffie gewoon goor vind. Dat is echt... Gelukkig, dan drinkt ze mijn koffie niet op, hè? Nee, gelukkig niet. Nou, zeg maar wel trusten, Jordi. Ik heb een fles in mijn mond. Laat me maar rust. Wij gaan hier even verder en dan hopen we dat het dagelijks rustig is. Nee, hier ben de honger, Nicky. Ja? Ja. Liam is in het begin altijd van de fles heel gulzig. En dan lijkt het wel of hij zijn energie verspilt en dan... Dan hoeft hij zijn fles niet meer. En dan hoeft hij zijn fles niet meer. Ik heb hem net even geholpen met poepen. Ja. Hij heeft in ieder geval, hij had vandaag de hele dag nog niet gepoept. Nee, die is rustig. Daar krijg je ervan, hè? Dan ga je even slikken. Ja. 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 En hoe doet hij als hij... Als hij wat? Als hij die speen wil hebben. Wat zeg ik elke keer? Het is net zo'n cookie monster. Is dat? Nee. Als je... Niels is heel erg gek op kipkluifjes en dat soort dingen. En als je bij Niels bij wijze van spreken het laatste kipkluifje wil pakken, dan gromt hij ook. Zo van... Dan kan ik toch niks aan doen. Dat jij ze lekkere kip maakt. Ja, maar toch. Dan ga jij dat ook zo doen en dat doet hij ook. Mm-hmm. Wat dat betreft heeft hij echt jouw karakter. Eten! En dan tot je er misselijk van wordt. Nou, even wat anders. Mandy gaat Liam de fles verder geven en ik ga lekker naar bed. Ja, wel rustig aan. Ik heb geen zin om dat ik weer onder de kids te zitten, hè. Nou, wel trusten. Ja, wel trusten. Ik hoop dat ik schoon blijf. Ja, en anders roep maar. Ja, ik heb trouwens vanavond mijn nagels gedaan. Mooi roze is niet lelijk.
Niels vindt niks. Nou, wel trusten allemaal. Wel trusten. Een hele goede morgen. Hallo, Jordi. Kun je eens lekker liggen? Je moet wel gewoon je fles drinken, hè? Ja. Liam die heeft om 6:30 zijn flesje al gehad. Die heeft Niels gedaan, gelukkig. Ik kon blijven liggen. En Jordi is nu aan de beurt. Het is nu 7:45 zoiets. En die ligt nog lekker in zijn bedje te slapen. Dus ik heb even tijd lekker voor Jordi. Even dadelijk lekker koelen na zijn flesje. Dat heeft hij ook nodig, mama tijd. En die krijgt hij ook. Dus ja, laat de ochtend maar beginnen. Dan moet je Lolly afpakken. Nee, nee, trek je dadelijk terug. We gaan een boterhammetje eten. Alsjeblieft. Zo. Hij heeft zijn fruitje al gehad en alles. Liam heeft zijn fles weer gehad. En ik ben net alfalfa. Maar goed. Wij zijn even lekker een boterhammetje nu aan het eten. En ja. Dat is eigenlijk wat we aan het doen zijn. Lekker aan het kouwen, hè? Ja. Even verder hem zijn boterhammetje opgeven. Hij heeft hem bijna op, hoor. Oh, hij eet nog niet met korstjes. Die capaciteit heeft hij nog niet. Maar ik ga hier eventjes zijn boterhammetje afgeven. En dan, ja, dan kan hij even uitbuiken. Doe ik zijn luien verschonen. En dan kan hij daar een flesje krijgen. En dan gaat hij lekker naar bed. Hallo. Echt waar? Dat meen je niet, Jordi. Als ze de deken over jou heen gooien. Dat vind je ook leuk, hè? 1, 2. Jordi, wat ben jij? Wat ben je nou? Jordi. Jordi. Wat ben jij? Hallo. Hallo? Hallo? Boom. Waar ben je nou? Jordi. Moet mama jou zoeken? Oh, ben je daar? Hi! Hallo! Hallo! Gegeten, gedronken, alles erop en eraan. Ja, we hebben vanavond flinke huilbuien gehad, hè? Ja, van allebei. Ja, meer krijsen.
Ja, Jordi die is flink aan het schreeuwen geweest. Hij sliep net toch, of niet? Ja, hij lag ik heb hem weer omgedraaid in zijn bed en onder zijn deken gelegd. Van wie zou die dan nou toch hebben? Van zijn moeder. Ah. Maar in ieder geval, vandaag hebben we dan te horen gekregen dat er eigenlijk nog niet zoveel verandert voor de corona gebeuren. Wel dat de basisschool met 11 mei of zo weer open. Zo oud is Jordi nog niet. Nee. Maar wel wat, er spelen wel wat dingetjes bij ons, hè. Mm-hmm. Je hebt een bepaald ritme. En ook toen ik zwanger was en toen we net bevallen waren en zo, probeerden wij ons gewoon echt aan dat ritme te houden, hè. Mm-hmm. Dus dat ritme, dat is helemaal voor Jordi ook weggevallen. Plus de verandering met Liam. Ja, dus wat krijg je dan? Gewoon een gefrustreerd kind. Die niet kan uiten wat hij wil. Mm-hmm. Of en wil zeggen. En hij kan ook niet oefenen om het wel te uiten. Want je kan hem voor een tablet zetten voor je vrouw. En dat snapt hij. En dat vindt hij leuk om te zien. Maar hij snapt niet dat als bijvoorbeeld mijn moeder facetimet of de logopediste facetimet of wat dan ook, dat snapt hij niet. Daar kan hij gewoon niks mee. Mm-hmm. En bij Jordi is het echt, je moet Jordi dingen... Bijvoorbeeld makkelijk uit te leggen. Hij kijkt heel graag naar een Boomba filmpje. Maar zijn knuffel, zijn Boomba knuffel, daar doet hij niks mee. Nee, die moet hij niet. Nee. Dus hij legt die link niet tussen schermen en realiteit. Nee. Als wij Jordi iets kenbaar willen maken, moeten we het echt fysiek aan hem uitleggen. Wij kunnen daar zeggen tegen hem. Jordi weet bijvoorbeeld wel wat nee betekent. Dat hebben we hem kunnen bijbrengen. Maar hij snapt bijvoorbeeld niet dat als ik nee zeg tegen Niels, dan denkt Jordi bijvoorbeeld ook dat het nee tegen hem is. Mhm. Snap je? Ja. Of leg ik het niet goed uit? Ja. En wij proberen gebarentaal te doen bij Jordi, maar omdat wij niet dit bij Jordi vinden, om het hem bij te brengen, en wij daar gewoon echt de logo voor nodig hebben om dat bij te brengen, kunnen wij wat dat betreft qua communicatie gewoonweg niet verder. Plus hij is gewoon heel erg gefrustreerd omdat bijvoorbeeld naar de winkel gaan weggevallen is. Je gaat natuurlijk ook nu niet zomaar een rondje lopen. Dat doe ik dan liever met Niels erbij. Ergens op bezoek? Ja, of ergens op bezoek gaan. Dat kunnen we nou ook niet. Want de meeste mensen waar we op bezoek zouden gaan, die werken in de zorg. Dus dat doe je ook niet. Plus Jordi is niet een kind waar je 1,5 meter vandaan kan blijven. Want Jordi is een kind die heel erg graag knuffelt. Mm-hmm. En dat zijn gewoon dingen die je, die gewoon frustreren. En begrijp ons niet verkeerd, hè. Want wat er nu in de wereld gebeurt is hartstikke erg. Dat gun je niemand. Nee. Dat is echt niet... En wij komen er ook wel uit. Alleen, het is... Het is gewoon een ding dat... Een lange weg. Ja. Ja, het is gewoon een... Dadelijk is hij hier aan gewend. En dan moet hij weer aan andere dingen wennen. En daar is het eigenlijk ook. Mm-hmm. Dan moet hij weer wennen dat we met zoveel mensen omgaan. Want als er niemand hier over de vloer komt, dan ziet hij ook niemand, zeg maar. Nee, en dan gaat hij daar ook weer aan wennen. En dan kan hij weer niet te tegen dat... Ja, mensen in zijn omgeving zijn. Ja. Dus... al met al, het is en blijft een gefrustreerd iets. Mm-hmm. Je kan het links of rechtsom eigenlijk gewoon weg niet juist doen. Zo is het gewoon. Mm-hmm. En het is ook helemaal niet om zielig te doen of wat dan ook. We hebben gewoon een kind met een beperking en daar moeten we mee dealen. Alleen, nu de fysio en de logo gewoon weggevallen zijn. Ja, dus
Dat is gewoon lastig. Mm-hmm. Want die gaven net dat kleine beetje interesse voor Jordi. Of ja, dat Jordi in ieder geval dingen oppikt. Of ja, hoe moet je dat zeggen? Wij zeggen ook wel eens vreemde ogen dwingen. Maar wij zijn niet vreemd. Dus wij dwingen niet. Toch? Zij wel. Bij jou ja. Mm. Maar goed. In ieder geval, ik heb daar ook een stukje over op onze Instagram gezet. Linkje staat onder in de beschrijving. En ja, hoe je het ook went of keert, het kan altijd erger. En daar weet ik en daar ben ik me eigenlijk ook heel bewust van. Alleen als je met een kind zit die jou de ogen uitkrapt, is af en toe niet zo makkelijk. Nee, je wil eigenlijk het beste. En ja, het beste is gewoon niet haalbaar nou. Nee, op dit moment niet. Maar goed. Ze slapen nu alle twee. Dus wij gaan ook even onze rust pakken. Want dat we er nog niet doof van zijn, daar sta ik nog aan te kijken. Want man, hoe kunnen die schreeuwen? Maar goed. Maar tijdens ze de baat in de keel krijgen. Ja, eigenlijk wel, hè. Want Liam, die schreeuwt echt als een wijf. Wat dat betreft, maar goed. Wij gaan deze ups en downs afsluiten. En wij gaan eventjes bankzaken doen. En dan gaan we naar de wet. Nou ja, Liam die moet daar had ik ook nog een keer de fles. Maar in ieder geval, we gaan eventjes aan ons eigen denken. Welterusten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Tot de volgende.